Het is dat het avond is, anders had ik serieus alles bij elkaar geschreeuwd. Yes! Ik heb mijn oude account weer terug op Urban fucking Wiffles. Ik heb hier zoveel moeite in gestoken, jongens. Ik kon het wachtwoord me maar niet herinneren. Dat is dus ook vrijwel de reden waarom ik eerst dacht dat mijn account eigenlijk verwijderd was. Maar yes, ik heb hem weer teruggevonden. En zoals jullie kunnen zien, ik heb 56.000 clints. Wat echt superveel is. Daarentegen heb ik dus ook al mijn kaarten weer terug. Die ik had toen ik Urban Wiffles nog speelde. En dat waren superveel goede kaarten. Dus ik ben weer helemaal back, jongens. Ik heb er superveel zin in, want ik heb eindelijk mijn oude account weer terug. Het account waar ik eigenlijk al die tijd mee gespeeld had toen ik Urban Wiffles nog speelde. En dat is echt al een hele lange tijd geleden. Echt al iets van 8 maanden of zo. Dus ik ben super blij dat ik mijn account weer terug had. Het is namelijk zo dat dit account gekoppeld was aan een e-mailadres waarvan ik mijn wachtwoord niet meer wist. Dus het stond wel dat de wachtwoordinstructies verzonden waren naar mijn e-mailadres. Maar ik kon daar natuurlijk niks mee, omdat ik niet meer kan inloggen op die e-mail. Dus ik ben echt immens blij dat ik het toch nog voor elkaar heb gekregen om mijn wachtwoord te herinneren. En oh yeah, jongens, ik ben weer terug met Urban Wiffles. Zoals jullie kunnen zien, er zijn 2 van mijn oude vrienden online die ik op Urban Wiffles had. Dat is best wel apart, want ik heb namelijk maar 25 vrienden op Urban Wiffles en daarvan zijn er nu 2 online. Fucking genius. Ik bedoel, die mensen zijn dus schijnbaar gewoon doorgegaan met spelen van deze game. In ieder geval, yes, ik ben echt super blij als het echt serieus, als het geen avond was. Het is namelijk momenteel 10 uur. Als het geen avond was, had ik alles bij elkaar geschreeuwd. Want ik ben echt super blij dat ik mijn account terug heb. Ik ga lekker genieten van deze nieuwe aflevering van Urban Wiffles. Hopelijk jullie ook. Laat even een blauw duimpje achter. En let's fucking go. Dus jullie kunnen zien, ik heb momenteel 56.000 clints. 56.500 om precies te zijn. Of ja, om precies te zijn natuurlijk 56.439. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Ik heb 53 ongelezen berichten. Maar dat is niet voor jullie ogen bestemd. Dus dat ga ik ook niet lezen. Want voor hetzelfde geld zijn de privémeldingen. Ik weet het niet. In ieder geval, Job de Jager CR. Voor de mensen die denken, joh, waarom staat de CR achter? Heb je de vorige video niet gezien? Kijk je dan even. Je kunt op een annotatie in beeld klikken. Die leidt jou dan door naar de allereerste aflevering van Urban Wiffles, waarbij ik eigenlijk uitleg wat het is. En dan leg ik ook wat uit over CR. Vandaar dat CR in mijn naam staat. In ieder geval, ik ben heel benieuwd. Ik ga mijn kaarten even aan jullie laten zien. Want jullie zijn natuurlijk immens benieuwd hoe mijn kaarten eruit zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, al mijn fucking kaarten zijn al to the max. Want zeg maar wanneer je 3 sterren hebt, of nee, eigenlijk wanneer je het maximale aantal van sterren hebt, wordt jouw experience bar paars. En zoals jullie kunnen zien zijn al mijn poppetjes hebben een paarse experience bar. Dus ik heb alleen maar poppetjes die eigenlijk upgraded zijn tot het maximale. Waar ik natuurlijk enorm blij mee ben. Dus hell yeah, dat is ook weer super tof om te zien. Voor de rest heb ik natuurlijk ook hele zeldzame kaart hierbij zitten. Want ik had jullie natuurlijk de vorige episode van Urban Wiffles verteld. Dat ik ook een kaart had waar CR achter stond. Oftewel een super zeldzame kaart. En die ga ik jullie hopelijk nu even laten zien. Die zit als het goed is bij Nightmare. Even kijken. Even kijken. Dit was trouwens die kaart die ik toen had gekocht, waar ik het vorige episode over had. Er was namelijk een kaart. Dat is dus deze kaart, genaamd Cutie. En die had ik toen gekocht toen ze net uit was. Toen was ze geloof ik 10.000 clints. En toen ik had gekocht was ik super blij, want ik dacht echt dat het een hele zeldzame kaart zou gaan worden. Die veel meer waard was voor wat ik het had gekocht. Maar precies het tegenovergestelde gebeurde. Die kaart werd namelijk in 2000 gehalveerd van prijs. Dus ik baalde daar echt enorm van. Dat is wel weer leuk om dit zeg maar terug te zien. Dat is toch wel een kleine nostalgie. Maar we gaan door. Oh yeah, hier is die jongens. Kenny CR en Kolos. De 2 beste kaarten uit de game heb ik gewoon. Of nou, niet de 2 beste kaarten uit de game. Maar de 2 beste kaarten waar ik toen enorm veel clints in heb uitgegeven. Staan nu mooi naast elkaar hier op een rijtje. Samen met Carrion. Dit waren mijn 3 favoriete kaarten die ik eigenlijk altijd gebruikte. Daarom staat hier ook verwijderen van het deck. Ze zitten dus nu momenteel ook in mijn deck. Dus ik ga helemaal niets meer aan mijn deck veranderen. Want mijn deck is namelijk denk ik nu al helemaal optimaal. Omdat ik dus daar mijn beste kaarten in heb. Ik heb hier ook nog Magnetta. En Magnetta is over het algemeen niet eens een kaart die veel waard is. Maar heel veel mensen realiseren zich niet dat Magnetta over het algemeen een vrij goede kaart is. Nou, ik heb hier Nistarok. En Nistarok is ook een hele goede kaart. Het is een soort van, ja, hondachtige beest. Het is een beetje een mislukte hond eigenlijk. En ik heb hier nog 3 keer Orlok. Ja, ik heb Orlok echt heel erg vaak, zoals jullie kunnen zien. Deze, dit is echt de enige Orlok die ik nog niet heb geüpgraded. Ik kan er wel upgraden, maar dat ga ik niet doen. Want ik heb er namelijk al 2 van die ik echt bijna niet gebruik. Want Orlok is namelijk een kaart. Oh, trouwens, ik heb hem nu wel in mijn deck zitten. Maar dat is hier waarschijnlijk gewoon puur om het feit. Of wacht, Orlok, was dat nou een kaart die wel daadwerkelijk van belang was of niet? Ik geloof het eigenlijk wel nu ik er bij nader inzien over nadenk. En hier heb ik Vince, wat over het algemeen ook niet een hele slechte kaart is. Maar hell yeah, jongens, ik ben echt super blij dat ik al mijn kaartjes weer terug heb gevonden. Zoals jullie kunnen zien, ik heb meerdere teams. En ik heb dus ook hier een hele goede kaart bij zitten. Namelijk Ixodes, waar ik jullie de vorige keer ook over heb verteld. Die is 30.000 clints waard. Wat echt gewoon insane veel is. Dus ik heb echt wel aan een paar 100.000 clints aan kaarten. En yes, nogmaals, motherfucking yes. Ik heb mijn fucking kaart weer terug. Ik heb mijn account weer terug. Ik heb alles terug waar ik een paar maanden geleden enorm veel werk in heb gestopt. Zoals jullie kunnen zien, ik heb momenteel zelfs nog 10 credits over. Ik kan dus misschien de komende tijd een pack opening gaan doen.
Maar daar moet ik nog even over nadenken. In ieder geval, ik ben super blij dat ik eindelijk mijn account weer terug heb. En laten we dit gaan vieren met een heerlijk potje Urban Wiffles. Want ik heb natuurlijk de vorige video heel erg veel tegen jullie weten te vertellen over Urban Wiffles. Maar deze keer, ook kut, het geluid staat bij mij een beetje hard. Maar deze keer wil ik met jullie weer even wat meer gaan hebben over de game zelf. Over hoe het nou in zijn werking gaat. Nou, we gaan even kijken. Je XP reserve is vol. We gaan ervan profiteren om hem te gebruiken en je personage te boosten. Klik op Mijn Deck. Oké. Okay. Nou, zoals jullie kunnen zien, mijn hele XP ding is vol. Dus ik kan nu geen experience meer erbij verdienen. En ik had jullie natuurlijk de vorige keer verteld dat ik iets spaarde in Urban Wiffles, namelijk van die kaartjes die ik kon gebruiken voor de gokautomaat. En hoeveel heb ik er nog? Ik heb gewoon nog 120 van die kaartjes. En ik kan gewoon niet geloven dat ik hem eindelijk terug heb. Want er is namelijk een mogelijkheid dat je 250.000 klins krijgt in de gokautomaat. En dat is echt immens veel. Ik bedoel, 250.000 klins, dan kun je gewoon bij wijze van spreken een CR-kaart verkopen, wat gewoon de beste kaart zijn uit de hele game. Nou, dat dus. En ik spaarde die vroeger altijd. Sterker nog, ik kocht ze niet. Tenminste, heel soms kochten ze. Maar ja, dan heb je namelijk, moet je klins voor geven voor 10 tik. Als je 10 tickets wil, moet je 125 klins geven. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik heb 56.000 klins. Daar heb ik ook echt immens veel tijd in gestoken. Dus het is niet zo dat ik dat zo 1, 2, 3 heb verzameld. Dat is namelijk echt best wel heel erg duur. Maar wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen, is dat ik dus 120 tickets over heb. En voor de mensen die dus niet weten hoe dat komt, heeft het dus gewoon mee te maken omdat ik ze toen al spaarde en niet uitgaf. En dat heb ik vaker met games. Ook met apps eigenlijk, dat je dan bepaalde dingen kan sparen in apps. Ook met bijvoorbeeld Jetpack Joyride, dat is ook zo'n game. Daar kun je muntjes mee verzamelen. Alleen, ik koop eigenlijk niets. Ik verzamel die muntjes wel, maar ik koop alleen iets wanneer ik denk van, dat wil ik hebben. Dat heb ik nodig. En nu heb ik dat niet echt, dus wat gaan we doen? Ik ga even één keer alle drie de dingen activeren. Het gaat dus 3 tickets kosten. Elke rij kost een ticket. En laten we hopen. Nou, hier kunnen we natuurlijk wel op hopen. Op die getinte mannen, zeg maar, voor 250.000 klinks. Ik krijg echt heel raar getinte mannen. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Alleen die krijgen we niet. Geloof. We willen natuurlijk wel. Er is een mogelijkheid van 0,1%. Er zijn enkele filmpjes van op YouTube te vinden. Kun je gewoon opzoeken. Ik ga geen links in de beschrijving vermelden. Dan moet je gewoon schrijven Urban Wiffles Buo na Fortuna. En dan schrijf je gewoon 250.000 klinks. Maar in ieder geval, let's go. Ik ben benieuwd. We hebben een ticket erbij. Oh nee, we hebben geen ticket erbij. We hebben 15 klins erbij. Dat is ook niet verkeerd. Tenminste, het is iets. Ik bedoel, 15 klins is niet heel veel. Want je moet namelijk in totaal 125 klins betalen voor 10 tickets. Dus ook het algemeen dat is niet heel goed. Maar dat maakt niet uit. Nou, hier gaan we dus nog even lekker mee verder sparen. Want we willen natuurlijk binnenkort proberen heel erg veel van die klins te krijgen. Maar dat komt binnenkort wel. En je hebt hier dus ook nieuw een tokenswiel. En ik weet niet wat dat is. We zijn tokens. Wat zijn tokens? De tokens geven je de toegang tot de collectors met behulp van de tokenswiel. Ze zullen momenteel alleen te winnen zijn in de DT. En de TT is geloof ik een bepaald evenement waarbij je dus tegen andere players moet strijden. De tokens worden verdeeld in 3 categorieën. Brons, zilver en goud. Oké, klinkt logisch. Andere beschikbare prijzen met het wiel. Gewonnen, ongewonnen, zeldzame kaarten. Oké, dus je kunt ook een CR-kaart krijgen neem ik aan. Gevechtspunten, dat zijn dus gewoon de punten waarbij je level up kunt gaan. Credits, verhoogde inzet en XP voor je personages. Dus waarmee je je personages kunt upgraden. Nou, super awesome. Om een kans te wagen met het wiel zijn er twee mogelijkheden voor de inzet. 1 token, 1 kans en collector te winnen of veel andere prijzen. Nou, CR is dus collector. Voor de mensen die het niet wisten, dat is dus waar CR voor staat. Ik wist dat eigenlijk ook helemaal niet. Ik zie het nu pas, maar nee, ik wist dat wel hoor. Maar ik bedoel, ik heb er heel erg lang niet bij nagedacht. Ik zeg gewoon CR en ik denk niet echt na waar de afkorting voor staat. Maar dus, je kunt een collector winnen. 100 tokens is 1 CR verplicht van de beschikbare in de geselecteerde categorie bronzen, zilver of goud. Oké, dus deze game, of deze tokens, zijn eigenlijk deels bedoeld om een CR-kaart te kunnen krijgen. Oftewel de zeldzaamste kaarten die in deze game online te verkrijgen zijn. Fucking epic. Oké, kies een categorie. Oké, starten voor 1 token. Starten voor 100 tokens. Hé, maar heb ik wel tokens dan? Ik heb toch helemaal geen tokens? Wow, je kunt serieus gewoon de mogelijkheid krijgen om een collector te krijgen? Wauw, dat is echt sick. Serieus, normaal gesproken moest je voor een collector gewoon echt een heel evenement spelen van een paar uur lang. Dan moest je gewoon strijden tegen allemaal mensen over heel de wereld, wilde je kans maken om een collector. En nu kun je het gewoon krijgen via zo'n reuzenrad. Nou, alleen, ik heb geen tokens, dus ik kan hier wel op klikken. Je hebt niet genoeg tokens, dus ga in de DT spelen, oké? Wat is de DT dan? Oh, dat is toernooi. Ja, dat dacht ik wel. Het zijn toch toernooien, jongens. Ik had toch gelijk. Toernooien kun je namelijk doen. Alleen, ik moet nog even bekennen. Er zijn dus bepaalde kaarten die niet toegestaan zijn bij bepaalde game-modes. Zo heb je dus bijvoorbeeld verschillende soorten game-modes. Survival, duel, elo, deathmatch. Ja, dat is dus wel toch maar een beetje mijn favoriet. Wel de moeilijkste vind ik zelf, maar wel mijn favoriet. Er zit lekker veel uitdaging aan. En je wint ook best wel veel klins en credits. Soms win je credits, maar dan moet je voor natuurlijk wel eerst even een achievement voltooien. Maar sommige kaarten, die zijn bij sommige game modes niet, die mag je daar niet bij hebben. Bijvoorbeeld Kolos, die kaart waarmee je in 1 keer een andere kaart kan uitschakelen. Die is geloof ik in de Elo game mode.
Die is geloof ik niet in de Elo-game-modus beschikbaar. Dus dat vind ik over het algemeen vrij dope. Dat je dus zeg maar wel... Of nee, dat vind ik niet echt dope. Maar ik bedoel, ze hebben dus wel zeg maar duidelijk aangegeven welke kaart je bij welke game-modus niet mag hebben. Niet dat dat heel chill is of zo, maar dat hebben ze dus wel gedaan voor de zekerheid. Dus dat is wel iets dat je dus niet zeg maar een heel deck samenstelt. En later pas achterkomt dat je het niet kan gebruiken. Dat dus in ieder geval. Voor de rest heb je hier Tourney. Je hebt hier Classics en allemaal verschillende soorten game-modus. En je kunt hier dus gewoon even lezen wat de game-modus doet. Bijvoorbeeld Classic is. Neem het op tegen andere spelers in de vrije modus. Win glints, gevechtspunten en laat je personage ontwikkeling doormaken. Nou, dit is dus eigenlijk gewoon het basic. Je kunt dit spelen van level 1 tot en met 30, maar ik ben 32, dus ik weet even niet of ik dat dan wel mag doen. Of dat je dan tegen mensen komt samen met een hogere klasse. Maar laten wij gewoon even een lekker potje deathmatch gaan spelen. Type 2 kunnen we alleen selecteren, blijkbaar. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken omdat mijn kaarten te goed zijn voor type 1. I don't freaking know. Het totaal van de niveaus, ja inderdaad, het totaal van de niveaus voor type 1 mag niet meer dan 25 zijn. En de niveaus van mijn kaarten bij elkaar zijn veel meer dan 25, dus let's go. Ik ga zo meteen trouwens nog even wat uitleggen over die dingen, namelijk de LD-kaarten. Je hebt namelijk dus normale kaarten, je hebt CR-kaarten, oftewel collector-kaarten. Maar je hebt ook LD-kaarten. En ik zal jullie verder in deze video nog even uitleggen wat dat zijn. Dat zijn namelijk kaarten die je ook gratis kunt verkrijgen. Duurt wel een tijdje, maar die kun je dus wel krijgen. Wat over het algemeen vrij chill is, want dat zijn meestal wel kaarten... Dat zijn kaarten die je sowieso niet in de winkel kan kopen. Dus dat zijn kaarten die je eenmalig kunt verkrijgen. Voor de rest nooit. Je kunt ze namelijk geloof ik ook niet ter beschikking zetten op de markt. Dus je kunt zeg maar niet andere mensen de mogelijkheid geven om die kaart van jou te kopen. En zijn best wel grote titel. Ik bedoel... Dat dus. Nou, laten we lekker gaan spelen. Strijden. Ik hoop dat ik zometeen iemand vind om tegen te strijden. En dat is al gebeurd. We gaan tegen iemand strijden uit een heel apart land waarvan ik de vlag niet eens ken. Moet je nagaan, dat is dan wel heel apart. En zoals jullie kunnen zien, deze persoon is level 124. Dat is dus waarschijnlijk ook de reden waarom ik nu keihard geowned gaat worden. Want level 24 of 124 is echt super hoog. Ik bedoel, ik ben voor level 32 al iets van 8 maanden bezig geweest. Dus voor level 124 ben je misschien al een paar jaar bezig. Maar in ieder geval, dit zijn mijn kaarten. En ik heb hier dus Kolos. En wat kun je met Kolos? Nou, ik moet eerst wachten op hem. Met Kolos kun je dus in één keer iemand doodmaken. En het leuke is, en dat valt mij gelijk op, hij heeft twee kaarten die ik ook heb. En hij is level 124. Met andere woorden, de kaarten die ik heb, zijn dus over het algemeen vrij goed. Want ik neem aan dat een ervaren speler van level 124 geen slechte kaart in zijn deck neemt. Nou, maar ik wist natuurlijk al lang dat die kaarten goed waren. Maar hij heeft Minerva. En Minerva is een kaart die ik niet ken. Amber is trouwens een hele goede kaart. Daar moet je geen 15 mee krijgen. Dan zit je toch wel een beetje met een probleem. Maar in ieder geval... Minerva. Nou, Minerva is dus een kaart. Ik weet niet van welke dat is. Geloof van de... Ik weet niet. Iets met een S in ieder geval. Maar dat kan ik hier natuurlijk ook zien. Dus vandaar wist ik dat ook. Ik moet dus gewoon proberen meer pills in te zetten als haar. Maar stel voor, ik zet te veel pills in, dan ga ik dood. Want dan heb ik daarna geen pills meer over om meer damage mee te doen. Tenzij ik natuurlijk het voor elkaar krijg om het Kolos in één keer hem uit te schakelen. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je simpelweg gewoon zo. Als ik nu, ja, kijk deze... Oh nee, dat kan niet. Wacht even. Jawel, dat kan wel of kan niet. Ik heb even serieus geen idee. Nou, ik moet dus weer een hele tijd inkomen. Dit is namelijk weer de eerste match die ik speel in 8 maanden. Ik heb natuurlijk de vorige episode wel tegen Kate gespeeld. Maar dat is niet echt een match, vind ik zelf. Het is de computer. Dus let's go. We gaan gewoon voor dit. 35, ik ben benieuwd. Het is gewoon de eerste keer dat ik weer een keer probeer. Ik ga gewoon even random wat inzetten en we zullen het zien. Kijk. Het is, ik heb nu een beetje veel pills uitgegeven. Maar ik win wel. Ik doe niet heel veel damage, maar... Het is toch iets. En het is een persoon waar ik nu tegen vecht van level 124. En het voordeel aan Carrion is dat hij een soort van vergif geeft aan de tegenstander. Waardoor hij meer damage gaat doen naarmate het potje langer duurt. Dus op die manier kun je alsnog veel damage wegnemen. Ook al heb je in het begin niet veel damage gedaan. Nou, ik ben natuurlijk al heel erg ver in mijn achievements. Dus ik moet echt heel erg veel potjes winnen voordat ik weer verder kan. Welke kaart zullen wij eens gaan nemen? Laten we gaan voor deze. Dit is Nistrock. Ik moet even nadenken, want je moet natuurlijk kijken hoeveel damage je doet. Want stel voor, het gaat er gewoon om wie de meeste, niet wie de meeste damage doet, maar wie de meeste schade doet. Hoe zeg je dat? Wie de meeste, dat blauwe handje wat je ziet, ja, daar moet je op letten. Als dat heel hoog is, kun je heel makkelijk winnen. Maar als dat heel laag is, wordt het moeilijk. Want elke pil is dan bijvoorbeeld bij Kolos 7, maar elke pil is dan bijvoorbeeld bij Dieter is dat 6. Dus vandaar. Oké, ik ga deze inzetten en ik zet... zo in. Kijk, dan doe ik 32 aanval. Omdat deze dus 8 van die blauwe... Hij heeft 8 bij dat blauwe vakje, wat over het algemeen heel veel is. Dus elke pil is dan 8 waard. Terwijl bij deze elke pil maar 6 waard is. Bij Kolos is die pil 7 waard. En bij Carrion ook. Dus elke pil is eigenlijk het blauwe waard. Zo moet je het zien. Dus als je 4 pils inzet met 8, dan raad je het al. Dan ga je 4 keer 8. Inderdaad, dat dus. Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, omdat ik namelijk niet weet hoe dat blauwe heet. Oeh, kijk, nu heb ik net op tijd gewonnen. Want als ik namelijk nu 1 pil minder in had gezet, was ik waarschijnlijk pineut geweest. En zoals jullie kunnen zien, hij heeft nog maar 4 hartjes. Dus ik zou hem nu in kunnen maken. Nou, en nu nog maar 2 hartjes, want Carrion die neemt dus damage. En weet je dat het best raar voelt dat ik nu een soort van aan het winnen ben... van een persoon met 100 levels, meer dan 100 levels, dat is gewoon niet te geloven. Ik bedoel, ik weet hoe lang het duurt om dat te krijgen.
In ieder geval, Death is aan de... Oh, hij heet ook gewoon Death. Hij heet gewoon de dood, oké? Okay? Kusje, Death, kusje. Nee, maar in ieder geval, hij is aan de beurt. En ik ben heel erg benieuwd welke kaart hij gaat kiezen. Hij is natuurlijk nu bang dat ik al mijn pills in ga zetten. Dus hij moet nu heel tactisch denken. Want stel voor, ik weet nu dat hij denkt... Dat ik denk dat hij... Het is veel te ingewikkeld, laat maar zitten. Ik weet in ieder geval dat hij denkt dat ik al mijn pills in ga zitten. En nu ik dat weet, moet ik dus een... Kijk, hij kiest nu niet voor niets deze. Dus wat ik dan denk ik ga doen... Ik moet nu gewoon gokken, denk ik. Ik moet gewoon gokken of hij denkt dat ik al mijn pills in ga zetten. Dus hij gaat ook al zijn pills in zetten. Of hij denkt dat ik weinig pills in ga zetten. En dan doet hij het ook. Dus je moet een beetje tegen het gevoel inspelen van je tegenstander. Want je weet natuurlijk nooit wat je tegenstander gaat doen. Maar je moet dus gewoon een beetje jezelf in de plaats van je tegenstander neerzetten. Zo van, oké, wat zou ik doen als ik nog maar 2 hartjes had... en ik wist dat iemand mij zou kunnen killen door al zijn pills in te zetten. Al mijn pills in zetten. Dus wat moet ik nu proberen te doen? Heel weinig pills in zetten. Ik ga gewoon 1 pil inzetten. Ik hoop namelijk dat hij nu heel veel pils in gaat zetten. Voor hetzelfde doet hij er heel weinig, omdat hij mijn tactiek weet. En deze jongen is hem weer te slim af. Oh yeah, kijk, zo leer je dus Urban Wiffle spelen. Je moet je goed inleven in de ander. En ik heb nu kunnen winnen zonder enige kaart uit te geven. Ofwel, ik bedoel, zonder deze keer enige kaart uit te geven. En ik heb ook weer een nieuw achievement gehaald, namelijk het dagboek voorbij. 15 gevechten winnen. Nou, super awesome. 15 gevechten winnen. Ik heb toch veel meer gewonnen. Geen idee, dat zal waarschijnlijk wel te maken hebben met een nieuwe update of zo, waarbij je dan bijvoorbeeld 15 gevechten moet winnen. Een deathmatch in ieder geval. Ik heb iemand weten te verslaan van 123 levels. What the fuck. Geloof het of niet, maar dat is echt super hoog. Ik ben level 32, ik heb het 8 maanden gespeeld of zo. Waarschijnlijk veel korter, hoor. Waarschijnlijk heb ik ook maar 3 maanden gespeeld. Ik heb het als heel lang ervaren in ieder geval. Dus ik denk dat het 8 maanden is, maar misschien was het wel korter. Maar in ieder geval, ik heb iemand verslagen die dus gewoon 3 keer zo goed is als mij als je kijkt naar de levels. Dus wat is mijn cadeau? 150 clips. Heel weinig als je kijkt naar mij hoeveel glints ik heb. Maar het is toch iets, weet je. En dan moet je altijd blij mee zijn. Nou, we hebben heel veel ervaring. Oeh, what the fuck? Wie is dat dan? Oh, die heb ik waarschijnlijk een tijdje geleden gekocht of een keer gekregen. Nou, hier kun je dus een beetje het verhaal lezen. Dat is ook leuk aan elk personage. Elk personage heeft weer een beetje zijn eigen verhaal. Ik ga het verhaal van Kolos even lezen. Voor de mensen die niet weten hoe de voorevaluatie van Kolos eruit ziet. Deze. 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 En deze. Dus één van de weinige kaarten met zoveel sterren. Ja, deze heeft dat dan ook. Oh nee, deze niet. Deze begon al bij 3 sterren. Dat heeft ook mee te maken. Sommige kaarten die beginnen bij 3 sterren en die gaan dan naar 5. Dus die hebben maar 2 evaluaties. Maar deze die begon bij 1 ster. En die ging dan naar 5. En die heeft dus heel veel evaluaties. Maar in ieder geval, even het verhaal van Kolos. Want Kolos is namelijk toch wel een van mijn favoriete karakters. Omdat ik daar toch de meeste kills mee heb gemaakt, om het even zo te zeggen. Dus ik ga even voor jullie het hele verhaal achter Kolos lezen. Op de Timerware van een supermarkt in de wijk Oost van Clint City werd een heel vreemd ei gevonden. Oké, dan. In het grootste geheim haalde Lelena, dat is dus ook een karakter van Nightmare, dus de serie waar Kolos zich in bevindt, het op en liet er een gigantisch monster uitkomen dat alles op zijn weg verwoest. De vijanden van de Nightmare kunnen zich maar beter rustig houden. Nou, dat is dus wie Kolos is. Zoals jullie kunnen zien, ik heb 3700 XP, dus ik kan eigenlijk net zo goed nu gewoon deze lekkere chick laten verwerken, want het is geloof ik best goed. Laat ik het even doen. Boom. Zoals jullie kunnen zien, zijn ze nu ook op een maximale niveau. Ik ga niet alle verhalen lezen, dat niet. Maar ik had natuurlijk het XP ook wel kunnen bewaren. Maar dat is een beetje zonde, want dan krijg ik geen XP meer erbij. Nou, deze zijn dus de kaarten die ik in mijn deck heb. En het grappige is dat ik me niet eens meer kan herinneren dat ik deze kaart ooit heb gekocht. Dus ik ben er vrij zeker van dat die kaart automatisch in mijn deck is gekomen. Anders was hij er waarschijnlijk niet geweest. Want ik kan me nog best wel goed herinneren welke kaart ik vroeger wel had en welke ik niet had. En dit is een kaart die ik me niet meer kan herinneren. Maar in ieder geval, ik heb jullie dus voor het potje wat ik net heb gewonnen gezegd. Dat je dus, oh ja, hier kun je trouwens zien, mijn resterend. Over 49 minuten. Begint er een toernooi. En het is eigenlijk zo van, je hebt een toernooi, die begint dan over een uur. En dan moet je weer een uur wachten. En dan begint er weer over een uur een toernooi. Dus eigenlijk om de 2 uur begint er een toernooi, geloof ik. Zoiets is het in ieder geval. Ik heb het al heel lang niet gedaan. Maar dat is wel zo. Vroeger deed ik bijna nooit toernooi. Maar omdat ik het nu dus ook echt voor jullie doe, vind ik het misschien wel leuk om binnenkort ook eens een keer een episode te uploaden van een uur lang. Waarbij ik gewoon een uur lekker een toernooi ga doen tegen andere mensen van de wereld in de hoop dat ik dan ga gaan winnen. In ieder geval, wat zijn DL-kaarten? Of LD-kaarten, sorry. Kijk wat er staat. Legendarische missies. Nou, je hebt dus 2 kaarten momenteel. Eigenlijk heb je dat niet altijd. Soms zijn er 2 kaarten, of soms wel 1 kaart. En die kaarten zijn heel zeldzaam. Die kaarten zijn namelijk niet verkrijgbaar in de markt. Ik begin een beetje schor te worden, maar dat maakt daar niet uit. Die kaarten zijn, zoals ik dus had verteld, niet verkrijgbaar in de markt. En die kaarten die heten LD-kaarten. Nou, zoals jullie weten, CR-kaarten zijn natuurlijk collectors-kaarten. Dus eigenlijk hele zeldzame kaarten. Maar die zijn wel verkrijgbaar in de markt, dus die kun je nog kopen. Maar deze kaarten daarentegen, die staan ook wel bekend als de paarse kaarten, die kun je niet krijgen in die markt. Die zijn voor een bepaalde tijd beschikbaar. Je kunt ze geloof ik niet uit pakjes krijgen. Je kunt ze alleen maar krijgen door missies te voltooien. Nou, wat voor missies moet je voltooien? Dat kun je hier zien.
Als het goed is... Oh. Ja, je kunt erop klikken. Nou, dit zijn dus momenteel de kaarten die je kunt krijgen. De LD-kaarten. Ik moet zeggen, het zijn er veel. Het zijn er echt heel veel. Want, kijk, dit zijn namelijk alle kaarten die ooit er zijn geweest. Waaronder TVLD. Die vond ik altijd zo leuk. Die had ik bijna vrijgespeeld toen. Maar toen ben ik er jammer genoeg mee gestopt. Ik heb deze geloof ik ook. Queened. Ik heb die geloof ik. Dat is awesome. Die heb ik geloof ik ook. Dus die kun je dus vrijspelen. En het is dus altijd jammer als je bijvoorbeeld een bepaald set spaart. Stel voor ik spaar Nightmare. En je hebt dan een tijdje geen Urban Riffles gespeeld. En je komt er dan achter dat er een kaart, een LD-kaart is geweest van de set die jij spaart. En je hebt hem niet kunnen krijgen. Dan is je verzameling dus eigenlijk nooit compleet. Want er is dan een kaart uitgekomen die jij niet hebt. En deze heb ik geloof ik. Dus dat is een beetje balen. Ofwel, ik weet het niet meer. Deze heb ik geloof ik wel. Maar in ieder geval, deze zijn nu beschikbaar. En hier staan dus de missies die je moet doen. Zoals jullie kunnen zien, het is jammer dat er geen Nightmare kaart bij zit. Want daar heb ik namelijk heel veel soorten kaarten van. En dan zou ik die missies dus ook makkelijker kunnen doen. Want als je bijvoorbeeld een kaart wil, een LD kaart wil van een bepaalde serie. Bijvoorbeeld van de serie... hoe heet die ook weer? Moet ik even kijken hoe die heet, hoe deze serie heet. Nou, in ieder geval als je bijvoorbeeld een... Ik noem hem even de roze poes. Geen idee of die zo heet, waarschijnlijk niet, maar dat maakt even niet uit. Stel voor jij wil deze LD-kaart van de roze poes, dan moet jij wel eerst een normale kaart hebben van de roze poes. Wil jij daadwerkelijk deze kaart kunnen vrijspelen? Maar ze is zo fucking lekker. In ieder geval, dat dus. Maar ik heb dus nu al 8 van de 15 schade toegebracht. En dan krijg je de eerste ronde. Je hebt dus verschillende soorten missies. Zoals jullie kunnen zien, de eerste missie, daar ben ik al mee bezig. Ik heb 8 van de 15 schade. Wanneer ik die missie heb gedaan, dan krijg ik daar een kleine beloning voor. En dan ga ik naar de volgende missie. Dan nog een missie, dan nog een missie, en dan nog een missie. En bij de laatste missie is de beloning, inderdaad, de LD-kaart. Maar naast het feit dat je dus uiteindelijk een gratis kaart kunt vrijspelen, krijg je ook nog heel veel andere beloning en cadeautjes. Het cadeautje wat het meest waard is naast de LD-kaart is de kaart die je krijgt bij 20 punten. Namelijk dat plotte gele cadeautje. En dat kunnen soms ook nog wel credits zijn. Oh, dus dan kun je soms ook pakjes kopen in de winkel. En daar kunnen ook weer zeldzame kaarten zitten. Dus dat is eigenlijk allemaal heel mooi op elkaar ingespeeld. Ik weet trouwens niet waarom hier staat unieke follow-up van de te vervullen LD-missies. Oké, deze is dus blijkbaar heel zeldzaam, neem ik aan. Ik weet niet of je die ook kan doen. Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Nou, het leuke is dus eigenlijk dat onder elke kaart die je kunt kopen op de markt of waar zeg maar een beschrijving van is, kun je allemaal van die discussies zien daaronder. Dus mensen die met elkaar aan het discussiëren zijn over hoe goed de kaart is en waar de kaart voor dient. En eigenlijk gewoon alles wat te maken heeft met de kaart. Dus dat vind ik echt super epic. Dat is dus een beetje hoe dat in elkaar zit. Voor de rest, ja, dat is eigenlijk alles wat ik jullie wil vertellen over de LD-kaart. Je kunt ze dus vrij spelen door missies te halen. En wanneer ze weg zijn en je hebt de missies niet op tijd behaald, dan zijn ze dus niet meer verkrijgbaar in de winkel, in pakjes, maar ook niet op de markt. That's how it is. Dat is hoe LD-kaarten eigenlijk werken. Nou, voor de rest, je hebt dus schilders. Je kan je eigen clan aanmaken met andere mensen. Kun je met elkaar gaan strijden. Ga ik nog doen. Maar eerst wil ik jullie even alles uitleggen. Alles over Urban Riffles. Heel veel potjes winnen. En misschien bij de 50 of 100ste episode een eigen gilde. Misschien nog wel veel eerder. Ik weet het niet. Laten we zo even een blauw duimpje achter. We hebben deze episode één potje kunnen spelen. Waarom een episode waarbij ik één potje speel? Normaal gesproken zal ik in de episodes van Urban Riffles gewoon echt alleen maar potjes gaan spelen. En heel soms een keer een pakje open gaan maken. Alleen omdat dit pas de tweede aflevering is van Urban Riffles, heb ik nog heel veel uit te leggen aan jullie. En dat is vrijwel ook de reden waarom ik deze episode niet veel heb gespeeld, maar gewoon heel veel heb uitgelegd. En dat is ook belangrijk, geloof me. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Voor de rest, ja, zoals jullie kunnen zien, ik heb natuurlijk als mijn banner, je hebt namelijk een kleine banner, heb ik Colossus gekozen. Het enige wat ik heel jammer vind, is dat de fair play waarde wordt berekend op basis van gevechten die verliepen tijdens je beurt was, in vergelijking met het totaal aantal gevechten dat op juiste wijze geëindigt. En ik heb dat allemaal heel oneerlijk gedaan toen. Oh, wat mooi. Nee, maar ik bedoel, dat is een beetje jammer. Wat mensen die schatten mij nu verkeerd in. Maar ik kan dat fixen door gewoon nu alle battles eerlijk te laten verlopen. Dus ben ik aan het verliezen, dan moet ik niet de battle uitstappen. Maar gewoon doorgaan, anders krijg ik namelijk een verkeerde reputatie. Vandaar. Nou, oké, dat is het eigenlijk. Ik zit nog bij een gilde, dus daar ga ik ook binnenkort van weg, denk ik. De cheese heads, dat is het gilde waar ik bij zit. Nou, de kaaskoppen. Heel hele leuke gilde. Heel gezellig was het altijd. Maar wordt hem denk ik niet als ik eerlijk mag zijn. Want ja, ik wil mijn eigen gilde. Ik heb nu een YouTube-kanaal. You know what I mean? Ja, vast wel. Ik kan dus ook dingen op de markt zetten. En ik ben eigenlijk benieuwd of er nog dingen van mij op de markt staan. Even kijken hoor. Nee, niets. Oké. Even kijken op de markt. Personages kopen. Ah, hier Timber. Ja. De allereerste kaart die ik kreeg in Urban Riffles. Prachtig. Timber was een goede kaart. Timber was echt een hele goede kaart. Tenminste, voor hoe duur die was dan. En het rare is dat de vierde evaluatie van Timber het meest waard is. Want elke evaluatie van een kaart is weer meer en minder waard dan de tweede of de derde evaluatie. Altijd anders, zeg maar. Maar dat is episch. Ik wil even weten wat nou mijn zeldzaamste kaart is. Want Kenny, die heb ik dus nu weer. Vorige episode was ik helemaal... maar ik heb mijn oude kaart niet meer. Maar die heb ik nu dus wel. En Kenny is op zijn minst 72.500 waard. Dus ik kan Kenny nu op de markt zetten voor 70.000. En dan verkoop ik hem gegarandeerd. Kan ik doen.
ga ik het doen? Tuurlijk niet. Kenny is mijn favoriete kaart. Hij hoort bij Nightmare. Ik spaar Nightmare. Dan ga ik hem natuurlijk niet zomaar verkopen. Zo'n beetje idioot zijn. Wat ik daarentegen wel wil doen, is nog even bij Nightmare kijken. Om te kijken of ik daar nog kaarten heb die ik de komende tijd voor wil gaan kopen. Nou, ik koop eigenlijk alles van Nightmare. Sommige kaarten zul ik al wel hebben, sommige niet. Deze heb ik geloof ik niet. Deze heb ik wel. Die heb ik ook. Er zijn heel veel kaartjes die ik niet heb hoor. Nog van Nightmare. Ik wil ze allemaal proberen te verzamelen. De LD-kaart kan ik niet verzamelen, maar dat maakt even niet uit. Ik geloof wel dat je die met elkaar kan ruilen. Pardon, boertje, maar dat weet ik niet zeker. Bill, die heb ik geloof ik ook. Candy Jack, ja, die heeft iedereen. Wie heeft Candy Jack nog niet? Dat is een kaart, die heb je, weet bijna iedereen. Hij is heel goed met damage, maar hij doet heel weinig. Hoe heet dat nou? Macht. Heet dat macht? Ik noem het even macht. Dat blauwe noem ik vanaf nu macht, anders is het heel moeilijk uit te leggen. Want als jij bijvoorbeeld met Candy Jack 1 pil inzet, doet het maar 3 macht. Dus bij 10 pillen doe je pas 30 macht. Terwijl sommige kaarten, die doen bij 1 pil, zoals bijvoorbeeld bij... Deze doen maar 1 pil als 7 macht. Dus dan heb je maar 3 pillen nodig waar je 30 macht doen, bewijs van. Dus vandaar. Deze heb ik trouwens niet. Gumbo. Wil ik hem? Hij is wel goed. Hij is wel goed. Magneta is ook heel goed. Voor wat je ervoor betaalt is Magneta echt een beest. Echt waar, niet geloven. En Cutie. De afgezette. Degene die mij heeft afgezet toen. En natuurlijk Kolos. Maar ja, die kennen jullie wel onderhand. Ik zou deze eventueel binnenkort kunnen kopen. Als ik nu Kenny weg zou gaan doen, bewijs van. Maar ja... Oh, ik vind hem zo graag. Alleen hij is echt heel slecht. Dat heb je heel vaak zo, weet je. Even wat staat er. Ja, ik word altijd zo afgeleid van de chat. Ik moet trouwens even mijn hele layout gaan veranderen. Met 100% hardcore en zo. Voor de mensen die niet geloven dat dit mijn account was. Is er dus wel. Alleen. Wat ik dus eigenlijk even wil zeggen is. Deze kaart. Of eigenlijk CR-kaart. Oftewel collectorkaarten. Die staat hier ook bij niet meer verspreid. Die hoeven niet goed te zijn. Want heel veel mensen denken. Oh, CR-kaart. De beste kaart ever. 4 macht. 3 damage. Dat is gewoon poep. Dat is gewoon poep. Dat is een kaart van 200 klins is nog beter. Bewijs van. Hier, deze. Die is gewoon bijna nog beter. En die is fucking 314 klins. Snap je wat ik bedoel? Het is dus niet zo van... Oh, CR-kaarten zijn de beste kaarten. Daarentegen is Kenny. Dat is wel een hele goede kaart. Kan ik die even laten zien? Kenny? Ja, Kenny. Kenny die doet daarentegen wel veel damage. Kenny doet namelijk... Of nee, die is niet zoveel in damage. Maar die... Die kon wat. Wat kon Kenny ook weer? Oh ja, Kenny die kan 2 levenspunten per schade. Waar Kenny eigenlijk voor bedoeld is, dus stel dat jij hebt nog maar 1 hartje. Wat jij dan moet doen, is dan kies jij Kenny. Dan doe jij 5 damage met Furry erbij. En dan krijg je 10 hartjes erbij. Want 2 levenspunten per schade. Daarom is Kenny de bom. Bedankt voor het kijken voor deze nieuwe aflevering van Urban Wiggles. Vond je hem leuk? Laat een blauw duimpje achter. Mijn favoriete serie op Noir Gamen. Samen met Minecraft Survival Auntie Job vlogt. Ik vind het echt even leuk als die series. Want het is gewoon awesome. Wil ik jullie bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Laat een comment achter. En hopelijk ben ik er snel weer met een lange episode van Urban Wiggles. Dat zijn nou eenmaal een lange episodes. Omdat ik het echt super awesome vind om te doen. En natuurlijk omdat ik nog veel aan het over uitleggen. Maar in de volgende episode gaan we weer op het potje spelen. Maar dat zien jullie de volgende keer wel. In ieder geval tot dan. En ciao.